Voor het eerst sinds 22 december van vorig jaar boekte FC Groningen weer eens een overwinning. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles begon veelbelovend na een vroeg doelpunt van Sherry, maar daar bleef het bij. Een moeizame overwinning voor de Groningers, die daardoor negende bleven in de Eredivisie. Je merkt ook wel dat het de vierde wedstrijd was in 10 dagen, waarvan de derde op dit veld. Dus we waren ook niet helemaal super fris. Ik vond dat je dat terugzag in het spel. Aan de andere kant, we hebben zoveel kansen gehad en zoveel mogelijkheden op kansen dat we deze wedstrijd veel en veel eerder hadden moeten beslissen. En dat had ook gekund. Filip Kostić scoorde, maar zijn doelpunt werd door scheidsrechter Van Sighem afgekeurd. Ja, een fout van de grensrechter. Ik heb hem teruggezien en het was duidelijk geen buitenspel. En dan baal je ook flink, denk ik. Want daardoor wordt die slotfase nog flink billen knijpen. Ja, nou ja, dat was één moment, maar er waren wel meer momenten. En ik denk ook niet dat het de eerste keer is, want het is na de winterstop de vierde keer dat we vergeten de tweede goal te maken. Je ziet dat de laatste plekken ook omhoog gaan komen. Dus gelukkig hebben we de 3 punten thuis gehouden om verder vooruit te kijken. De wedstrijd werd door de spelers en trainer opgedragen aan doelman Luciano. De Braziliaan keert terug naar zijn vaderland. Zijn contract werd deze week ontbonden en voor de aftrap nam hij geëmotioneerd afscheid van het publiek. Ja, dat is gewoon heel mooi. Ik heb geen woord voor. Als je zoveel respect krijgt van die mensen, dat geef je gewoon kippenvel. Als je ziet hoe in de goal staat, dat is gewoon bijzonder kip. Dat is geen, hij moet gewoon, geen woorden. Hij doet gewoon fantastisch. En ik vind het heel erg helaas voor mij, ben geblesseerd. Maar aan de andere kant, ik ga ook naar huis. Ik heb altijd gedroomd om naar huis terug te komen met mijn moeder, mijn vrouw, mijn kind. En gewoon een droom dat uitkomt. Duidelijke toekomstplannen heeft de publiekslieveling nog niet. Het eerste plan is fit te worden. Dat heb ik een blessure met mijn knie. En dan zie ik wel. Als ik echt fit ben en in een club kan vinden, dan ga ik misschien 1 jaar voetballen. Maar belangrijk nu dat ik fit word en natuurlijk zorgen voor mijn familie. Dat is het belangrijkste. Wie weet in de toekomst nog een keer terugkomen bij FC Groningen? Misschien als keeperstrainer? Dat denk ik niet. Maar toch als een heel keiharde supporter, dat wel. Nou, we hebben ons wel voorgenomen om die wedstrijd te winnen. Zeker ook voor hem. We hebben natuurlijk hier een prachtige carrière gehad. Is hartstikke geliefd. En we hebben hem na die tijd even rustig op de tafel gezet in de kleedkamer. Dus we hebben er wel iets leuks van gemaakt, ja. Rustig? Ja, we hebben hem rustig opgezet, maar heel snel afgehaald. Straks nog een soort Braziliaans carnaval vieren? Ja, ik weet niet waar hij ons mee naartoe neemt. Ik heb geen idee. Ik ben benieuwd.